In deze video bespreek ik een forex-strategie die gebaseerd is op een indicator genaamd Center of Gravity. De theorie rond deze indicator is dat de markt zich continu rond een bepaald zwaartepunt heen beweegt. Bij deze indicator wordt dit zwaartepunt weergegeven door een blauwe lijn, zoals je ze hier ziet. En effectief, zoals je ziet, kronkelt de markt voortdurend langs deze blauwe lijn. Naast de blauwe lijn zijn er een aantal lijnen boven en onder weergegeven, die gebaseerd zijn op statistische gegevens en Fibonacci-reeksen. De theorie van deze indicator is dat wanneer de markt zich te ver van de centrale lijn afbeweegt, deze onherroepelijk de neiging zal vertonen om ook weer terug te keren naar deze lijn, wat je effectief hier ziet gebeuren. Voorts is het zo dat verkoopsignalen en koopsignalen worden geïndiceerd wanneer zich een kaars, een candle, wanneer zij zich buiten de groene lijn, het zij boven of beneden, bevindt en daar ook wordt afgesloten. Hierop kom ik zo dadelijk terug. Naast de Center of Gravity heb ik nog een extra hulpmiddel gebouwd die in de vorm van moving averages van twee periodes, die dus weergeeft of weer kan geven wanneer het beste moment is om een kooporder of een verkooporder te geven. Het is een methode die veel wordt gebruikt en die in combinatie met de Center of Gravity op zich heel handig is. Laten we nu beginnen met het maken van dit scherm zoals je dat nu ziet. Ik heb een nieuwe kaart van hetzelfde valutapaar gepakt. Helemaal maagdelijk schoon, alleen de marktbewegingen zijn zichtbaar. Het eerste wat we nodig hebben is de indicator zelf, de Center of Gravity. Deze bevindt zich niet standaard in jouw traderplatform, maar dat kun je wel heel makkelijk en vooral gratis bemachtigen. Hoe doe je dat? Heel simpel. Je gaat naar de indicatoren en je drukt op de rechter muisknop. Je zegt buy from the market. Dit scherm kan je het best even wat groter maken, zodanig dat je ook echt de ruimte hebt. Ik had hem dus kennelijk al opgezocht. Ik ga het even voor het filmpje opnieuw doen. Dus wat je normaal doet, dat is, hier heb je een zoekscherm. Je geeft hierin dus Center of Gravity. Je laat hem zoeken en hij wordt gevonden. Hier klik je dan op. Normaal gesproken krijg je hier een downloadknop. Echter, omdat ik hem al geïnstalleerd heb staan, is dat voor mij niet meer van toepassing. Dus, wanneer jij dit doet, dan is het de bedoeling dat je deze indicator, je ziet hier ook nogmaals staan dat hij gratis is, dan download je hem via de knop die hier staat. Ik zal even voor jou een andere erbij zoeken. Wat maakt niet uit? Wacht even, FOC misschien. Gewoon eventjes iets doen. Trendometer, welke zullen we eens pakken? Ik zoek een gratis. Want anders schiet dat niet op, hè. Dus, we zoeken een gratis analytical. Oké, maakt al eigenlijk niet uit. Oké. Ik pak gewoon eventjes de pipe, deze hier. Het is gewoon maar om jou te laten zien. Hè. Zo, Oak Free. Voilà, ik weet niet wat dit doet.
Dat zoek ik misschien later nog wel eens uit. Anyway, hier is dus die downloadknop. Je klikt daarop. En normaal is hij bezig. En oké. Market, oké. Pivots, oké, hij staat ertussen. Dus het installeert zich in jouw platform automatisch. Als je dat gedaan hebt, dan kun je weer terug naar je hoofdscherm. Zo. En dat is de manier waarop je dus vanuit MetaTrader een indicator kunt installeren. De volgende stap is nu natuurlijk dat we deze gaan toepassen op onze kaart. Dat is heel simpel. Dubbelklikken. Eventjes de waarden overlopen. Ik zou ze overigens gewoon zo laten staan. Het enige wat je wel kunt aanpassen als je dat wil, ik zal het overigens ook doen, is dat je de alerts aanzet. Dat betekent dat je een automatische melding krijgt op jouw scherm vanaf het moment dat een koop- of een verkoopsignaal wordt getriggerd. Dus, oké. Zo, we hebben hier dus nu onze indicator. En je ziet op deze beweging, op een uurkaart is dit overigens, zie je diezelfde beweging plaatsvinden. En je ziet dus ook effectief dat vanaf het moment dat de markt onder de groene lijn gaat, hier bijvoorbeeld, dat dit een ideaal moment is om een koopsignaal uit te voeren. En je ziet ook effectief hierna dat die markt stijgt. Tot hier, enzovoorts. Als je dit van tevoren allemaal zou weten, dan kun je dus eigenlijk, als je dat zo eens bekijkt, kun je een hele aardige winst behalen. Maar natuurlijk, we moeten eerlijk zijn, wij zien niet dit. Wij zijn altijd ergens hier aan het einde. Dus vandaar dat het een beetje lastig kan zijn. Want je moet wel zelf op een gegeven moment een beslissing nemen. Ja, dus doe ik iets of doe ik niet? Nu, laten we eens kijken wat er gebeurt in de verschillende timeframes. We hebben dit nu neergezet op de 1-hour chart. Maar natuurlijk, we hebben ook andere timeframes. Bijvoorbeeld de 4-uurskaart. En je zult ook zien dat hij dus continu verandert. Van vorm. Gaan we nu naar de dagkaart, dan zien we iets opmerkelijks gebeuren. We krijgen meteen een buy signaal. En dat moeten we eens eventjes gaan bekijken. Wat is er namelijk aan de hand? De markt heeft hier een beweging gemaakt over het centrale punt en heeft effectief de onderste groene lijn doorboord met een duidelijk neerwaartse beweging. En omdat dit de laatste kaars was voor het weekend en de markt op dit moment dus ook gesloten is, is dit een voltooide kaars en daarom krijgen wij nu een duidelijk buy signaal. Als ik eventjes wissel van kaart en ik doe dat terug, dan zie je meteen raak. Een beter koopsignaal dan dit kun je niet hebben. Waarom? Ten eerste, zoals de theorie heeft gezegd, de laatste kaars is gesloten beneden de groene lijn. En de verwachting is dus dat de markt een beweging terug zal maken richting de zwaartekrachtslijn. Ten tweede, we zien in de algemene curve dat we ons hier in een opwaartse trend bevinden, de zogenaamde bullish trend. Kortom, signaal beneden de groene lijn, aan de onderste groene lijn dus, in een opwaartse trend, is een heel duidelijk koopsignaal. Je ziet hier iets verder terug, zie je deze kaars. Die ging dwars door de groene lijn,
maar eindigde wel binnen de groene lijn. Normaal gesproken zou dit een potentiële klant zijn geweest om een verkoopsignaal te geven. En hier heb je even eigenlijk voor jezelf een keuze te maken. Doe je dat of doe je dat niet? Als je je strikt houdt aan de regels, dan zou je eigenlijk moeten zeggen van nee, ik doe het niet, want ik heb niet voldoende zekerheid dat de beweging omlaag zal gaan. Bovendien geldt ook hier de regel dat de trend opwaarts is, zoals je kunt zien. Dus een verkoopsignaal geven hier is gevaarlijk. Nu, in dit geval zie je dat er effectief wel een beweging naar beneden is gegaan, waarbij jouw entry point ongeveer hier zal hebben gelegen, als je dit zou hebben gedaan, en je exit point hier. En dat is in pips uitgedrukt toch een aardig aantal eenheden, waardoor je uiteindelijk nog een behoorlijke winst zou maken. Het enige probleem is, dit weet je niet. Want op het moment dat deze kaars afgewerkt is, dus de dag is om, weet je nog niet wat hier zal gebeuren. Maar wat je hier bijvoorbeeld wel ziet is, dat de markt zich eigenlijk een tijdje lang in een onbesliste positie heeft bevonden. Je ziet ze eigenlijk twijfelen voor ze eventjes helemaal naar beneden schieten. Nou, hier zo, dit is geen duidelijk koopsignaal. Ook al zie je daarna dat die volledig de hoogte inschiet. Ook hier, als je de indicator wegdenkt, kun je puur op basis van het interpreteren van de markt, en dat doe je dus op basis van die kaarsen, dan kun je voor jezelf bepalen van oké, wat heb ik hier? Heb ik hier een duidelijk koopsignaal of niet? Eerlijk gezegd, nee, dit is geen duidelijk koopsignaal. Het kan een signaal zijn, maar zonder bijvoorbeeld deze indicator zou je op een duidelijke bevestiging moeten wachten via een van de volgende kaarsen. En als je bijvoorbeeld hier een koopsignaal had gegeven, dan zou dit de volgende zijn geweest. En je weet op dat moment niet, want je ziet ze hier eigenlijk ook twijfelen. Ze willen wel de hoogte ingaan, maar ze komen ook weer terug. Ze worden teruggedrongen, dus het is gevaarlijk. En pas hier zie je de eerste sterke kaars naar boven toe. Maar goed, dat is eigenlijk een ander onderwerp. Nu gaat het even in deze instructie puur om deze indicator. Strikt genomen zou je met deze indicator kunnen volstaan. Maar we hebben nog een extra hulpmiddel en het is een stukje theorie die ik ook van een collega heb gekregen en die gaan we eventjes ook toepassen. We gaan gebruik maken van twee moving averages, twee lijnen die we gaan gebruiken als een extra signaalmogelijkheid om precies te kunnen bepalen waar onze entry levels liggen en waar niet. De moving averages vind je hier. En de eerste die je maakt is eentje voor 13 perioden. Dat wordt de lange. En we maken hem exponential. Kleuren mag je eigenlijk zelf kiezen. Maar ik heb ervoor gekozen om deze bijvoorbeeld een paarse te geven. Het maakt de lijn ook wat dikker. Dit wordt de moving average die een langere periode, namelijk de 13 periodes, pakt om zijn positie te berekenen. En we plotten hem. Dat zie je hier gebeuren. We hebben er nog eentje nodig die over een kortere tijdspanne hetzelfde doet, ook exponential. Deze geven we de kleur geel mee. Even dik. En die zetten we daarboven. Wat je ook kunt doen is, als je dit nu een beetje te druk vindt, je kunt zeg maar ergens hier gewoon gaan staan, rechter muisknop, en je kunt naar de eigenschappen gaan. En je zou kunnen zeggen van, ik haal de grid, tone grid, ik haal dat weg. Oké. En dan zie je een iets wat duidelijker beeld.
In feite heb je dus nu mijn kaart die ik hier gebruik exact nagebouwd, zoals je ziet. Wat je vervolgens zou kunnen doen als je deze vaak wilt gaan gebruiken, is de template bewaren. Bewaar template, geef hem een leuke naam. Center of Gravity. Zo. Het mooie is namelijk dat als je dan een andere kaart van een ander valutapaar opent, dan kun je de template laden en heb je meteen alles wat je nodig hebt. Nu even terugkomend hierop. De theorie zegt dus, voor wat betreft de Center of Gravity, dat je wacht tot de markt zich onder de groene lijn bevindt, wat op zich al een koopsignaal is. Een stukje extra zekerheid wordt nu verkregen vanaf het moment dat de gele lijn, de moving average over 5 perioden, de langere periode, die van 13, kruist, wat je hier ziet gebeuren. Dus, wat betekent dit in de praktijk? Normaal, als hier een koopsignaal zou zijn, vanuit de indicator, zou je hier dit koopsignaal geven. Een stukje extra zekerheid krijg je echter hier, als deze lijnen elkaar kruisen en in dit geval in opwaartse beweging. Dus dat betekent dat jij hier je koopsignaal zou plaatsen. En dan zul je wel zien, ja inderdaad, dat je al meteen hier, jij gaat naar hier. Je zou bij wijze van spreken hier hebben kunnen gezegd van ik sluit mijn positie. Als je een durver bent, ga je nog eventjes door, want je ziet effectief dat de lijn nog niet terug is gezakt onder de paarse lijn. Dus wat je bijvoorbeeld kunt doen, met name als je aan langere termijn denken doet, dan zou je kunnen zeggen van nou, ik volg die markt gewoon, ik laat mijn positie gewoon openstaan en ik kijk wat er effectief gebeurt. Bedenk dat je hier bent ingestapt, dus met andere woorden, ons entry level hier was hier. Als je deze opwaartse lijnen nu blijft volgen, tot je merkt dat die echt weer inzakt, tot het moment dat de gele lijn de paarse lijn weer dreigt te doorkruisen, en dat gebeurt eigenlijk effectief hier, ik zal er een lijntje op zetten, deze. Dus hier kruist die opnieuw, ongeveer hier, dan moet je eens kijken hoeveel winst je eigenlijk behaald hebt. En dat is niet gering, eerlijk gezegd. Dus zo zie je, dat is een strategie die je kunt gebruiken. En ik denk ook een hele handige. Handig is om dit op meerdere tijdframes uit te proberen, maar ook zeker met andere valutaparen. Want wat je dus zeker zult merken, dat is dat er natuurlijk, ja, hier hebben we nu een heel duidelijk signaal, maar dat kan best duren als je dit niet oppikt en je zit in een groter tijdsframe, de dagkaart, dan kan dat best wel eens een hele tijd duren voor je weer een nieuw signaal krijgt. Als je dit signaal namelijk mist, en wat heet missen, dan moet je bij wijze van spreken wachten tot de volgende keer dat je weer zo'n signaal krijgt. Opmerking. Wanneer je dus hier bent aangekomen, zou je in theorie vanuit de indicator een verkoopsignaal kunnen krijgen. Ik heb gemerkt dat dit werkt. Maar beschouw dit wel als een hoger risico investering dan wanneer je met de trend meegaat. Dus de beste setups zijn die setups waarbij je duidelijk in de trend zit, waarbij je bij een koopbeweging, dus een bullish beweging, een opwaartse trend, aan de onderkant je signalen oppakt en eigenlijk allemaal kooporders geeft. Dus hier zou je dat hebben kunnen doen. Je zou dat, ja, eigenlijk strikt genomen pas hier
weer opnieuw kunnen doen. Er zijn echter mensen die, die vatten het eerder aan, die redeneren van, moet je eens kijken, hij is hier geweest, hij zat bijna bij die groene lijn, dus ik waag het erop. En ja, in veel van de gevallen zul je zien dat dat effectief ook wel zou hebben gewerkt. Dus dat hangt een beetje van je eigen stijl af. Durf je dat aan, durf je dat niet aan? De meest veilige manier is natuurlijk om puur de theorie te volgen. Ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. En ik zie jou graag terug in de volgende.